Mijn favoriete werk op de tentoonstelling Bonjour Ostende is het olieverfschilderij van Floris Jaspers, Bonjour Ostende. Het werk dateert van 1926-27 en symboliseert op onvoorstelbare wijze de sfeer van de Roaring Twenties of Les Années Folles. U ziet op de compositie van het werk twee kokette dames die aan het wandelen zijn op de zeedijk van Ostende, als ook een man die zijn hoofd is verloren bij het zien van die twee prachtige vrouwen. Maar niet alleen personages kun je herkennen in het schilderij, maar ook verschillende details, de zee met de zeilboten, zeeschelpen en zo verder. De kleuren zijn ook heel interessant en zijn wat gedempt. En daarin zie je dus ook hier in die partijen van die jurken ook de invloed van de surrealist Max Ernst.